Kan je je even voorstellen? Ja, ik ben Marleen van Zandvoet. Ik werk al jaren op CGK en ik ben nu ook al sinds een aantal jaar Scrum Master binnen de Software Factory. En Scrum Master, wat betekent dat? Als Scrum Master ben ik er vooral voor verantwoordelijk dat het geheel gecoördineerd wordt. Ik moet ook de planning opvolgen. Ik ben verantwoordelijk voor het budget, de verantwoording naar de product owner toe, het organiseren van de nodige meetings op tijd en stond. Dat is het zo. Ik ben ook wel als Scrum Master mee verantwoordelijk voor functionele opvolging, dus ik doe ook mee aan het testwerk. Kan je even je dag beschrijven? Hoe start je dag bijvoorbeeld? We hebben een afspraak gemaakt binnen het team dat we elke morgen rond 8:45 hier moeten aanwezig zijn, want dan start onze dagelijkse scrum. Die meeting is een stand-up meeting. We gaan dus effectief ook recht staan aan het scrumbord. Tijdens die meeting gaat ieder voor zich, het is een korte meeting, ze mag niet uitlopen, we proberen daar een kwartier te respecteren. Iedereen van ons gaat daar zeggen waar hij gisteren aan gewerkt heeft, welke problemen hij is tegengekomen, waar hij graag zou hebben dat er iemand hem verder kan bij helpen. En er worden ook afspraken gemaakt over de taken die men die dag gaat opnemen. Dus elk van ons gaat daar zeggen, wat heb ik gisteren gedaan? Waar heb ik eventuele problemen gehad? Waar heb ik hulp nodig? En wat ga ik vandaag doen? Zodat het ganse team altijd weet wie met wat bezig is. Zijn er ook speciale of extra taken op het einde van een sprint voor een Scrum Master? Op het einde van een sprint is denk ik het voornaamste de rapportering per sprint naar onze product owner toe, ook intern naar ons management toe, zodanig dat ook zij altijd op elk moment een zicht hebben van waar staan we in het gehele plaatje, volgen we onze planning, zitten we nog binnen budget, is de klant nog tevreden over onze prestaties. Dus dat is een van de belangrijkste dingen, ook de facturatie opvolgen. Wat is de belangrijkste taak van een Scrum Master volgens jou? Zorgen dat iedereen in het team zich thuis voelt. De nodige sfeer proberen te bewaren, waardoor dat iedereen zich even verantwoordelijk voelt binnen het team. En iedereen zowel toffe taakjes als minder leuke taakjes op zich neemt.